SVC 2000 dan. Die ploeg hij hoger willen staan op de ranglijst als ze de koploper op bezoek kregen. En ze kregen kansen, maar de keeper van koploper Helden werd zijn doel een half uur lang schoon te haaien. En SVC is duidelijk op zoek naar een openingstreffer in deze fase. Maar Helden heeft al de eerste periode gepakt in die vierde klasse D. En aan kop stijgt ze natuurlijk niet zomaar. Het is een aantal sterke tegenstanders die dit seizoen al geklopt werden door de gasten. En SVC is dus gewaarschuwd. Hier gaan ze niet zomaar van winnen. Was één en een lange bal. En dat komt in de punt van de 16. En dan de overtreding. Ja, duidelijk de verdediger van SVC komt te laat. En de overtreding vindt plaats in de hoek van het strafschopgebied. En dan kan de scheidsrechter maar één ding doen. En dat is de bal op een stip leggen. De kans voor aanvoerder Ton Peters om de score te openen. En dat duidt er dan ook. Helden dus op voorsprong. Nog ruim een half uur spelen. 0-1 op het scorebord. En dan wordt het dan nog erger voor SVC. Want even later breekt Joep Lenders door over de linkerkant. Helemaal vrijgelaten. En hij scoort de 0-2. Dan ligt de wedstrijd gespeeld. De koploper met 2-0 voor in Neel. Maar dan haal je de gasten niet met deze speler gerekend. Max Huibrechts neemt zijn ploeg op sleeptouw. Hij zou een kwartier voor tijd vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer scoren. En uiteindelijk ook de gelijkmaker. SVC 2000 speelt gelijk op eigen veld tegen de koploper. De eindstand was 2-2.